Bergen na de gemeentelijke herindeling met Egmond en Schorel. Bolleboeren, kunstenaars en natuurliefhebbers in één dorp, dat is volgens sommigen vragen om moeilijkheden. De drie gemeenteraden willen dat de gemeenten gaan fuseren om de langste kustgemeente van Nederland te vormen, van maar liefst 17 kilometer. Handig voor de toeristen. Maar nu de kogel door de kerk is, zorgt het besluit voor veel beroering onder de bevolking. Verslaggever Henrika de Vries ging terug naar de kust en stuitte daar op het nodige hartzeer. Ik zeg altijd, iemand die in de Pijp in Amsterdam woont, is ook een heel andere figuur dan iemand die in de Grachtengordel woont of in Amsterdam-Zuid. En ze voelen zich allemaal Amsterdam. Ik denk dat er uit Egmond en zo drie mensen golven en uit Bergen 300. Identiteit is niet afhankelijk van de bestuurlijke fusie, maar is afhankelijk van de mensen zelf. Als je er goed over gaat nadenken, dan ga je natuurlijk toch allerlei bezwaren zien. Echt weerstand zijn we niet tegengekomen in Egmond. Het is ook unaniem door de raad aanvaard. Dus wat dat betreft verwacht ik eigenlijk helemaal geen problemen meer. De burgemeesters van Bergen, Egmond en Schorel zien geen beren op de weg. Maar sommige burgers hebben nog zo hun bedenkingen over de fusie. De geschiedenis zou bewijzen dat de plaatsen te veel verschillen om zomaar te fuseren. Dit is Egmond aan zee. Tot het midden van de vorige eeuw was het de kleinste gemeente van ons land. De bevolking leefde er voor het grootste deel van de visvangst. Van de ouderen hebben velen een lang en werkzaam leven op de zee achter zich. En ze praten daar nog graag over. Het vissersdorpje Egmond aan zee heeft al eens eerder een fusie meegemaakt. In 1978 fuseerde het met Egmond aan de Hoef en Egmond Binnen. Deze nieuwe kustgemeente groeide uit tot de vierde badplaats van Nederland. Een belangrijke bron van inkomsten is de bollenindustrie. Maar ook het vissersverleden is nog niet vergeten. Mensen kunnen nog van die mooie verhalen vertellen. Maar ook in de jonge mensen zit het eigenlijk nog. Er wordt hier nog wel eens een konijntje gestroopt. En mensen halen nog een visje uit de zee. Dat is een heel andere voorgeschiedenis dan wat je in Bergen had. Toch wel. Bergen heeft geen vissersdorp. We hebben Bergen aan Zee hier. Ja, natuurlijk, maar het heeft niets te maken met Egmond aan Zee. Bergen aan Zee is 90 jaar geleden opgericht. Dat is gewoon. Daar heeft men stenen naartoe gesjouwd. Toen heeft men daar een hotel uit de grond gestampt. Dat was het begin van Bergen aan Zee. Het centrum van Bergen heeft een langere historie. De kern rondom de ruïnekerk is meer dan 1000 jaar oud. De rust en de ruimte van het dorp maakten Bergen tot een inspiratiebron voor kunstenaars. Beroemde schrijvers, dichters, beeldhouwers en schilders kozen Bergen als thuishaven. De schilder Mathieu Wiegman, die dit jaar 70 werd, rust nog niet op zijn lauweren. Wie hem, zoals wij deden, in zijn atelier in Bergen komt opzoeken, vindt hem meestal achter zijn schildersezel. Het ruim 500 jaar oude Schorel leeft al sinds jaar en dag van het toerisme. Ter bescherming tegen wind en zeewater is het dorpje zo dicht mogelijk tegen de duinrand aangebouwd. Er is vermaak voor jong en oud, in de breedste en hoogste duinen van Nederland. Schorel kenmerkt zich nog steeds door een van de meest uitgestrekte natuurgebieden van Nederland. Schorel is een hele groene gemeente, heel rustiek. Uniek landschap, hoge duinen, 50 meter hoge duinenrij, pal aan de rand van het dorp. Maar ook een heel stuk polderland. Ik zeg altijd, je vindt in Schorel eigenlijk alle landschappen terug die Nederland kent. Verder is het een toeristengemeente. De meeste mensen in het dorp leven van het toerisme. Er komen op jaarbasis, en die telling die is alweer een paar jaar oud, een kleine 2 miljoen mensen hier. Dus dat is nogal wat. Drukste maand is niet de zomertopdrukte, maar in oktober. Want dan groeien overal de paddenstoelen en daar is Schorel ook heel erg bekend om. Bergen is een uniek dorp, uniek gebouwd dorp ook. En met een hele inspirerende uitstraling. En ik denk dat het daarom ook zo is dat er zoveel kunstenaars ooit hebben willen wonen en er nog graag wonen.
Gorter, Roland Holst, Adema van Scheltema, om wat namen uit het verleden te noemen. Elk dag zie je hier mensen rondlopen om hier te bekijken wat hier geëxposeerd wordt. Dus de kunst is ook wel een trekpleister? Jazeker, we hebben dan ook een kunsttiendaags elk jaar in oktober. En er zijn mensen die uit Nederland echt hier komen dan logeren vanwege de kunsttiendaagse. Niet alleen schrijvers en schilders vestigden zich in Bergen, ook beeldhouwers kwamen naar de kust. Hier woonde de in 1989 overleden beeldhouwer Henk van der Itsert. Nog steeds laat de kunstenaar zich inspireren door de omgeving van de drie kustplaatsen. Dit is een golfje uit Portugees marmer Aurora heet dat, omdat het een beetje roze is. En ik zit op het eerste duin, ik woon op het eerste duin in Egmond. En het eerste wat je doet is naar zee kijken wat er langs vaart. En het is zo vertrouwd langzamerhand die zee. Het is een soort huwelijk. Niet altijd even prettig. In de zomer is het een gemeente die zich kenmerkt voornamelijk door het toerisme. In het voorjaar is van belang de bollensector die in Egmond behoorlijk ontwikkeld is. En het toerisme moet ik eigenlijk zeggen dat het door het hele jaar heen een steeds belangrijkere plaats gaat innemen. Ik vind dat Egmond nog behoorlijk kan groeien in accommodatie, et cetera, et cetera. En er is op het ogenblik een beetje de rek uit. Misschien dat weer beter wordt op het moment dat je gefuseerd bent. Ja, waarom denkt u dat iedereen daarbij gebaat is? Nou, de middenstand zal opbloeien. Uiteindelijk wordt het leven in Egmond wordt goedkoper. Toch denken sommige burgers dat de burgemeester meer naar het bedrijfsleven luistert dan naar de eigen burgers. Dat is ook wel zo. En ik kan me dat heel goed voorstellen. Vooral als je heel lang in Egmond woont en die hele groei hebt meegemaakt. Het is prachtig, maar het heeft ook iets beangstigend. Er zullen heel veel Egmonder zijn die zich verzetten tegen die fusie. Omdat ze Egmonder willen blijven en zich niet willen identificeren met Bergen of Schorel. Ze vinden Egmond is Egmond. Er is een groot bejaardenhuis voor bejaarde zeelieden. En daar zitten nog een hele hoop zeelieden overal vandaan. En dat zou in Egmond een berg idioot zijn. Dat zou een bejaardenhuis voor juppen zou hier kunnen. En dat is totaal anders. De eeuwige laankak. Ja, die bestaat bij ons niet. Als ik dat hoor, zeg ik altijd, dat is onzin. Ik kom uit Den Haag, geboren en getogen, Scheveningen en Kijkduin. Twee volstrekt verschillende zeeplaatsen, als ik dat zo mag zeggen. Die hebben alle twee hun eigen identiteit behouden. Want die identiteit is niet afhankelijk van de bestuurlijke fusie, maar is afhankelijk van de mensen zelf. Bergen is natuurlijk wel een beetje een dorpje op zich. Dus er wordt wel een beetje druk dan allemaal als het een beetje samen gaat voegen. Ik weet niet precies waarom, maar ik wil graag Bergen houden. Ik heb me daar eigenlijk nog helemaal nooit mee bezig gehouden met die fusie. Wat de natuurgebieden betreft zal er weinig veranderen. Ze zijn allebei even mooi. Ik heb ook geen voorkeuren. Ik vind het erg onpraktisch. Maar aan de andere kant moeten we wel vaststellen dat we met elkaar een bloedmooie gemeente zullen zijn. Waar we toch ook wel heel trots op kunnen zijn. En waar we samen voor moeten vechten dat hij zo mooi blijft. Ondanks alle verschillen wordt de fusie voorlopig doorgezet. Als ook de Kamer ermee instemt, vormen Bergen, Egmond en Schorel vanaf het jaar 2000 de langste kustgemeente van Nederland. Rest er nog één vraag. Hoe gaat de nieuwe gemeente heten? Ik heb geen suggestie op dit moment. Als er geen betere naam komt, dan zal het waarschijnlijk toch Bergen, Egmond en Schorel blijven heten. Zodat de drie gemeenten afzonderlijk herkenbaar blijven. Maar wij zijn nog in afwachting van de gouden tip. En dan maar hopen dat er niet al te zeer een fancy naam ontstaat als Duindorp of weet ik wat. Maar zo makkelijk is dat niet als je met z'n drieën samen gaat. Op dit moment is de werknaam Bes, Bergen, Egmond, Schorel. Dat is echt een werknaam. Maar hoe het gaat heten, dat is allemaal nog in de toekomst verborgen.